Hallo mensen van het gamekanaal. Oh fijn, we moeten weer met Rover praten. Hallo, ja ik wil spelen nou in Tippertown. Oh is het, oeh wat focus was. Oh ja dat klopt, tijd klopt. How about we get started, yeah. Nou hoor, yeah wat? Ik heb vandaag al record, jeez, again. Doe dat maar, again. Oké, okay, nou in het vorige deel hadden we allemaal vissen gevangen en we gaan gewoon verder. Zo simpel is dat. Gaan we kijken of we... Oh, het regent. Ik haat regen. Even kijken, kunnen we nog iets vis vangen? Oh, ze heeft een paraplu. En ik ken die nog. Nee, niks. Oké, we gaan kijken. Ja, wat gaan we eens doen? We gaan sparen. Nee, wat de fuck doe ik? Nee, kom, loop. We hebben geld nodig, dus we gaan vissen vangen. Oh, daar, grote vis. Vis, kom op. Kaartje. Ik gooi weer hier mijn dobber neer. What the fuck? Zeker wil die vis aan mijn dobber. Oh god, ik wou zo'n verkeerde zin gaan maken. Die vis wil aan mijn dobber sabbelen. Mm. Dat is echt fout, Gijs. Ik weet het. What the fuck, man? Kom, hop, gooi. Vis. Wat ben jij een idioot? Yes! Dit wordt hem. Dit wordt hem. Let op. Oh shit. Kom op, kom op, kom op. Wow! Wat hebben we? We hebben een... cherry salmon. Oké. Leuk. Ik stom gewoon weer in mijn broekzak. Want dat is Animal Crossing logica. Wat je ook vindt of vangt of doet. Past allemaal wel in je broekzak. Ik wil ook zo'n broek hebben die hij heeft. Wow, wat is dit? Oh, hier is een brug. Mooi. Ik was al bijna bang. Oh, ik heb echt een schep nodig. Dan kunnen we misschien nog gaan iets anders. Dan kunnen we fossielen gaan zoeken. Oeh, spannend. Oké, wat kunnen we eigenlijk nog meer verkopen? Insecten, alleen we hebben ook nog... het harde leven van Gijs, die geen geld heeft om coole spullen te kopen. Tom Nook, ik haat je. Je krijgt nog geld van me, doe het daarom. Oh, we kunnen een keer naar de stad gaan. Dat kunnen we doen. Bus. Natuurlijk take the bus. Yes. To the city. Yeah. We gaan eens kijken of we daar iets kunnen vinden. In de stad. Oké. Okay. Woehoe. Hey, wie zit er in de bus? What the fuck, man? Er zit iemand in de bus. Oh, dat is Rover. Hey. Rover is ook weer terug. Oh, en ja, nou zitten we met Kappa of zo. Oh, Gijs. Kijk, hey! Oh. Ah, I knew that was... Ja, duh. Misschien. Perfect timing then. There's something I was hoping to ask you. What? Listen, but it's always... What, oh, what? To listen up. Oké, okay, vertel maar, Rover. Ja, dat weet ik, maar ik heb geen... Ik gebruik een emulator, Rover. Dat weet jij niet, maar ik ben eigenlijk een beetje illegaal. Nou, niet echt, want ik heb ooit dit spel wel gekocht, dus. Wie weet, ooit op een dag kan ik hiermee online. En dan ga ik allemaal mensen... Hey, ja, daar kan ik wel eens gaan zoeken of je dit online zou kunnen doen. Ja, schokkend mensen, ik gebruik een emulator voor Wii Games, omdat ze dan, omdat ik het dan in 720p kan spelen. En anders kan je alleen maar in 480p... Ja, kom op, jeez. Rover, use it. Got it, I'll get things ready for you to use it then. Oké, okay, wat? Tell you one last thing. If you turn this future on. Yo, wow, your animal neighbors could move to other towns and show people letters you've written. Oké, okay, leuk. Oh, komt goed, Rover, niks aan de hand. Nou, we hebben dus kennelijk een zogenaamde online mode. Oh, what the fuck heb ik... Oh, ik heb een telefoon, ja. Oh, zijn we er al? Wow. Dat gaat snel. Kijk, dit is de stad. Met een bioscoop en een duif. Oh my god. Wow, what the fuck? Is dat een neushoorn? What the fuck, man? Wat is dit?
Ik denk dat die eekhoorn ziek is. Waarom heeft iedereen een paraplu en ik loop hier zo rond in de regen? Ik ben nog steeds mijn werkuniform aan. Arme Gijs. Hij heeft het zwaar. Oh, wat is dit? Oh ja, hoe kon ik hierin? Het was zo'n geheime club. Ah, no. Here is the trust. That's why we're in members only. Ah, no. Nee, fuck jou. Hij is gemeen. Oké. We gaan nog wel een keer naar het theater en naar dit huis. En oeh, dit ziet er chic uit. Ik ga naar de chique kledingzaak. Zou je daar misschien zo'n coole hoed kunnen kopen? Ja, leuk. Hey, ik heb maar 140 pels, ik ben echt arm. Oh, what the fuck, een panda. Oh, die panda wil me dood. Nou, waarom heb je... Leren jack, hoe heftig. Can I try it? Yeah, motor, hard rock. Oh, that outfit looks so cool on you. Nee, dat is veel te duur voor mij. Ik ga er wel weer vandoor, hou op. Doei. Dag, ja, doei. Ik heb geen geld. Ik moet echt geld gaan verdienen, jongens. Oh, dit is kapot. En dit is een cool huis. Hey, wat, kon je hier niet voor werk of zo? Is this your first time here, is it? Yeah. Oh, come on, my problems, not too bad. Welcome to Shampoodle. Poodle, snap je? Omdat zij een poedel is, ik ga er weer vandoor. Ik ben zo'n irritante klant die zo alleen maar in de winkel komt kijken en dan weer weggaat. Hier heb je zo'n waarzegster. Dat vind ik grote geldplichterij. Nou, dit was het ongeveer... Oeh, what the fuck? Oeh, strakke adem. Ben jij familie van Tom Nook? Ik weet het zeker. Is Tom Nook nou een kat of niet? What the f... Wauw. Dit kan je toch niet een muis noemen, joh. The fuck, man. Dit is... Tom en Jerry is nog realistischer. Ik ga er maar weer vandoor. Stad was alweer genoeg. Bus door die protoon, ja. Ik wil graag en snel terug. Take me home. We gaan wel wat vissen vangen. Verdienen we tenminste wat geld. Rover is weg. Nee. Of gaat Rover steeds alleen maar naar de stad toe en verdwijnt dan? Koopa, breng me maar weer terug. Ik heb alweer genoeg gehad van deze rotstad. Oh nee, come on, hold just a moment now. Your face. You rode me bus out to big city early, did you not? Yarrr, it was me, Nora. I could never forget your big googly eyes and sparkling with adventure. So tell me, how'd you feel in the city? Is it meaning? I think he's Irish by the accent. Come on, yarrr, no shame in that. Me van Sturgeon, first nibble on the city dance to give most folk a belly edge. Well, look lively, Sprat. Cause we ain't far from good old Hippotown now. Back to life, eh, matey? Try to get a hot meal in ya when you get home, will ya? Your guts a lot, yeah. Stank up, your jelly. Wow, what the fuck kan hij veel yeah zeggen? Dat is niet goed voor mijn keel. Clearing code chase, ja, ik weet het. Frame drop, woep woep. Nou, kom op, ik wil hier vandoor. Ik heb wel genoeg gehad van de stad. Ik ga nog even vissen. Ga ik wat geld verdienen. En dan gaan we eens kijken of we iets online in de volgende aflevering kunnen doen. Of dat kan met deze... Oeh, hey vis. Dat is een vijver, waar niks in zit. Waarom heeft iedereen een paraplu? Ik voel me nou zo raar. Kom op, laat hier alsjeblieft nog ergens een vis zijn of zo. Oh, vis. Vang hem. Kom op, doe het, yes. Hij gaat hem vangen, hoor. Let op mijn woorden. Dit wordt spannend. Oh yeah, dit wordt hem. Wow, what the fuck vang ik voor... A carp. Pretty sharp. Slechte grappen hebben ze in Animal Crossing, echt.
Kan ik ook mijn dobber of zo? The fuck? Ik gooi hem toch in het water? Nee, hier zit geen vis. God damn it, ik wil gewoon een vis vangen, jeez. Ik wil geld hebben, oké? Ik ben een arme visser en ik moet werken voor mijn geld. Kom op, vis. Nog eentje of zo. Oeh, daar, wacht. Kan dit? What the fuck? Wat is hij, een professionele hengelgooier? Ik ben jaloers op hem. Oh, wat? Oh my god, jij hebt de meest coolste paraplu ooit. Echt wauw. Oké, kom. Ik voel dan net of ik in zo'n National Geographic programma zit. Vandaag zijn wij op zoek naar de mysterieuze, zeldzame, dure vis. Deze vis vind je maar één keer in je leven. En er gebeurt allemaal wat dingen in de achtergrond bij mij. Wow! Oh my god! So hungry, must eat something. Stomach so very empty. Oh my god, can't take it anymore, I'll eat anything, just give me something. Here you go. Ik heb een vis, als je wil. Oh, wat nee? Hij heeft mijn vis opgegeten. Oké, maar kom jij nu in mijn stad wonen of krijg ik iets terug? Ook, nou... Shit, tuurlijk, waarom niet? Ik, where do you want it? Doe maar heen. Ja, deze. Ik ga toch geen roze gebruiken. Oké, okay, leuk. Maar je hebt mijn karp opgegeten. Dat vind ik niet leuk. Ah, zo. Denk iemand te helpen, eet hij mijn vis gewoon op. Stomme walrus. Beetje mijn vis opeten waar ik hard voor moet werken. Die ik eigenlijk wel gaan verkopen. En hij doet gewoon... Hé, hey, ik ben een walrus en... ja, ik eet gewoon je vis op. Niks bijzonders hoor. Arrogante klootzak. Echt joh. Bum. Nou, oké. Okay. Oh, hey, vis. Vis, kom op, vang hem. Asociale rotvis. Pak de... Yes! Hij heeft hem gespot. Laat het alsjeblieft een karp zijn. Eet gewoon dat ding op. Oh je... Yeah. Ah, no! Yes! Dit is mijn gelukkige visdag. Fuck you, vis... Oh yeah! Oh yeah! Dit wordt vis extreem. No, no! God damn! Waar is dat? Oh my god, kijk hoeveel vissen. Wow. Oh my god, die vis moet ik hebben. Dit is echt ultiem. Interessant, als hij nou... Yes, kom op! Oh my god, kijk die vis. Oh yeah. Een zeebas. Not you again. Oh my god, mensen. Zag je hoe groot die vis was? Hey, Kitty is mijn buurvrouw. Hey, buurvrouw. Ik ben gewoon aan het vissen. Tu bent de kat en u houdt toch vast wel van vis. Oké, we gaan nog één vis vangen. Nog eentje. Als ik eentje kan vinden, dat zou ook nog wel tof zijn. En dan moet ik denken, kom, hup. Wauw, jongens, we hebben gewoon echt een huge-ass vis. Ik heb een vraag. Kan je een octopus of zo vangen? Of een kwal? Een van die beesten? Of is dat niet mogelijk? Oeh, daar is je vis. Yes. Grab it. Sorry vis, ik ga je aanvallen. Oh ja, zie die dobber. Zie die dobber drijven, vis. Kijk hem drijven. Fuck jou, vis. Oké, gooi. Wat de... Oké, draai om. Draai. Waarom missen al die vissen mijn dobbers? Nou lijkt het net of die dobber van de regen komt.
Oh ja, yeah, dit wordt hem. Dit gaat hem worden, jongens. Ja, ja, pak hem. Nee, kom op, pak hem. Bijt erin, please. Ja, no! Waarom is vissen zo frustrerend? Het lijkt net alsof... Oh, oh my god, kijk die vis. Yes! Weer zo'n your chest. Je gaat mij veel geld opleveren, vriend. Bijt. Yes! Dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem. Kom op. Oh. Yes, jongens. Dit is het gewoon. Dit is het. Dit is de tweede beste aflevering ooit. Nou, mensen. Ik bedank jullie voor het kijken van deze nieuwe visaflevering. In de volgende... Oh, mijn maag knoft. Oeh. In de volgende aflevering gaan wij eindelijk onze vissen verkopen. En dan gaan we hoogwaarschijnlijk insecten vangen. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze serie leuk vond. Laat allemaal in de reactie achter dingen die ik nog steeds kan doen. Ik zal ze vast en zeker wel doorlezen en er iets mee gaan doen. En ik zie jullie in de volgende aflevering. Toedeloe!